Het ministerie van Volksgezondheid zal binnenkort meer aandacht besteden aan het verbeteren van primaire preventie. Minister Amar Ramadine kondigde dit donderdag aan tijdens de lancering van het gezondheidseducatiecentrum Healthy Hub aan de Tourtonnelaan. Het ministerie heeft een nieuw concept ontwikkeld waarbij jongeren van verschillende scholen worden uitgenodigd voor informatiesessies om hun bewustzijn over gezondheid te vergroten. We gaan jongeren, dus klassen, uitnodigen elke week om een bezoek te mogen brengen hier, want ze worden op een hele leuke wijze, digitaal, een paar uurtjes bezig gehouden met allerhande zaken zoals de gevaren van roken, hoge bloeddruk, overgewicht, drugs en zelfmoord en allerlei zaken. En dat gaan we doen en we gaan alle scholen uitnodigen. Daartoe is er een social media page opgezet, speciaal voor Healthy Hub. We gaan dat moeten boosten, iedereen gaat dat moeten delen. Ramadine zegt dat het eigenlijk de bedoeling is dat iedereen wordt uitgenodigd om gebruik te maken van de diensten van Healthy Hub. Dit omdat de staat veel geld uitgeeft aan de zorg wat volgens hem anders kan. Ik geef u wat cijfers mee. De laatste resultaat, de laatste cijfers. 350 miljoen SED per jaar geven we uit aan 850 personen in Suriname die gedialyseerd worden. Dat is 350 miljoen SRD per jaar. Voor dialyse dat in overgrote deel, bijkans 80%, te voorkomen is. Het is een complication, dialysis is een complication of renal failure. En neervallen ontstaat met name door hoge bloeddruk en suikerziekte. En roken en alle andere zaken. Dus waarom niet die investering hier? Is justified. Tweede, 8 miljoen US dollar geven we uit aan medicamenten die te maken hebben met NCD's. Alleen NCD's. 8 miljoen US dollar per jaar. Opgeteld zitten we al op 18 miljoen US dollar die we alleen uitgeven aan deze twee zaken op jaarbasis, beste mensen. Minister Ramadine is zich ervan bewust dat voorlichting en onderwijs nodig zijn om de nodige bewustwording voor een gezonde levensstijl op gang te brengen.